Dames en heren, van harte welkom hier vanuit het EU-parlement in Brussel, waar wij de politieke actualiteit van de afgelopen 2 weken doornemen. En dat doe ik met 2 gasten vandaag. Barbara Pas, u bent fractieleidster in het federale parlement voor het Vlaams Belang. Welkom. En Gerolf Annemans, Europees parlementslid voor de ENF-fractie en voor het Vlaams Belang. Welkom. We willen een paar onderwerpen vandaag behandelen. Laten we beginnen, meneer Annemans, met de passage van David Cameron, de premier van Groot-Brittannië. Die was hier afgelopen week in de Europese cenakels aan het rondlopen in verband met die hele discussie rond de Brexit. Ik lees in de krant, Brexit deal wordt een drama in meerdere bedrijven. Hoe heeft u dat eigenlijk ervaren, die komst van David Cameron deze week? Ik heb dat helemaal niet ervaren, want zoals u misschien weet, heeft Cameron een dealtje gesloten, een halfslachtige deal gesloten met de kopstukken hier in het Europees Parlement, waar hij aanvankelijk iedereen zou ontmoeten, om ervoor te pleiten dat hij een andere positie zou kunnen krijgen voor Groot-Brittannië en dat hij dan in de Brexit-campagne voor Europa zou, voor de Europese Unie zou laten stemmen. In tegenstelling tot het feit dat hij aanvankelijk dacht, ik ga met iedereen praten, heeft hij eigenlijk op het laatste ons er helemaal uitgehouden en alleen gepraat met diegenen die klaar en duidelijk voor de Europese Unie zijn en voor dat heel dubbelzinnige dealtje dat hij hier sluit. Hij is dus iemand die een voorstander is van de Europese Unie, maar die tegenover zijn eigen publieke opinie de mogelijkheid creëert voor een referendum. Wij hopen dat de Britten die kans grijpen, want een grote lidstaat die eruit stapt, kan eindelijk deel die machinerie hier een beetje tot stilstand brengen. Ja. Dat moet toch de bedoeling zijn. Dus geen gesprekken met Nigel Farage, met Marine Le Pen, had hij allemaal geen behoefte aan. Niemand die een beetje van ver of van dicht voldoende EU-kritisch was, mocht bij de gesprekken aanwezig zijn. Wel zijn eigen ECR-fractie, waar dan voor Vlaanderen de N-VA in zit. Mm-hmm. Wel de socialisten, wel de eurofanatieke Verhofstadt en de christendemocraten. Ja, Barbara Pas, je kunt op zijn minst zeggen, de Britten krijgen wel een referendum. De Fransen destijds, de Nederlanders, stemden jaren geleden allemaal tegen die Europese grondwet. In België zien we dat eigenlijk niet. Hoe ervaart u de Europese debatten in de Kamer in België? Zoveel democratie kan België niet aan. Europa probeert al de uitslag te sturen. Als een uitslag van een referendum de EU niet aanstaat, dan organiseren ze gewoon een nieuw, totdat het wel in het plaatje past. Maar zelfs de lidstaten laten de mensen er tenminste nog uitspraak over doen. We hebben dat gezien bij ESM-verdragen, de grondwet zoals je aanhaalde, die Europese grondwet. In België is dat niet mogelijk, omdat men in België zoveel democratie niet verdraagt. Dat is een bewuste strategie om het EU-beleid dood te zwijgen, omdat het juist tegen de publieke opinie ingaat. Dus hoe minder dat daarvan geweten is, op enkele debatjes die wij afdwingen in het parlement na, en wat we dan van de goodwill van de journalisten afhangen of daar een beetje aandacht aan gegeven wordt, is het een bewuste strategie om zoveel mogelijk in de coulissen, in het belang van de mensen vanuit de Ivoren Toren te beslissen. En u zit al geruime tijd in de Kamer. Merkt u dan een verschil vergeleken met de regering Di Rupo en nu de regering met CD&V, N-VA, VLD? Of is daar op Europees vlak totaal geen verandering eigenlijk? Op Europees vlak heb ik nog geen enkele kracht van verandering gezien. Oké. Laten we het even hebben over Frontex, Gerolf Annemans. Ja, Frontex moet instaan voor de bewaking van de buitengrenzen. We hebben een asiel- en migratiecrisis. Er komt nu een soort van Frontex 2.0, als ik het goed begrepen heb. Wel, ze gaan Frontex wat meer bevoegdheden en een klein beetje meer geld geven. En daardoor beweren ze dan dat de buitengrenzen wel beschermd zullen zijn in tegenstelling tot nu. Maar we moeten toch nu reeds vaststellen dat daar heel wat haken en ogen aan zijn. Om te beginnen zal Frontex in de plaats kunnen treden van de lidstaten voor de bescherming van, zogenaamd de bescherming van hun grenzen. Maar we hebben al genoeg in de plaatsstelling van de Europese Unie gehad. En bovendien zijn de middelen die worden uitgetrokken helemaal niet geloofwaardig. Dus mijn raad zou zijn, hou zoveel mogelijk uit de klauwen van die Europese Unie. We hebben nu gezien, dit jaar was een soort kers op een taart waarvan het Vlaams Belang al jaren zegt dat, ze die aan het bakken waren. We hebben nu gezien dat migratie volledig uit de hand gelopen is, dat dat een totale chaos is, dat Europa één grote magneet van ongewilde immigratie is. Nu nog meer bevoegdheden, zoals dat hier altijd in dat huis gaat. Mm-hmm. Als de problemen volledig de pan uitswingen, is er maar één oplossing voor hen. Nog meer Europa, meer Europese integratie. Laat ons nu stoppen
op de plaats terugspoelen en opnieuw. We moeten minder bevoegdheden hebben voor de Europese Unie. Dus zeker Frontex of een nieuwe Frontex 2.0, 3.0 voor mijn part, niet vertrouwen. Ja. Doe dat niet. Werk dat tegen. Want alleen de lidstatenbevoegdheid om onze eigen grenzen te beschermen is een garantie voor de volkeren dat het gaat zoals de volkeren zelf willen. Wat je hier binnengooit, zie je nooit meer terug. Ja. Barbara Pas, dan kom ik bij u. Meneer Allemans zegt ja, maak die lidstaten terug bevoegd. U pleit daar ook voor grensbewaking. De Belgische grenzen, de Vlaamse grenzen bewaken. Kunt u dat een beetje toelichten? Uiteraard, het moet aan alle lidstaten moeten de soevereiniteit hebben om de eigen grenzen te beschermen. Zeker zolang dat er geen oplossing is aan de buitengrenzen en zolang die zo lek blijven als een zeef. Maar het grote probleem dat ik vaststel, we moeten inderdaad weg van meer bevoegdheden naar de Europese Unie om dat zelf te kunnen doen. Maar ik merk dat daar binnen België, in die federale regering, helemaal geen animo voor is. Men loopt braafjes mee in dat Europese verhaal. In plaats van hier in Europa ook op tafel te kloppen, loopt men mee aan het handje van Duitsland om schimmige deals te sluiten met Turkije. Maar niet om de mensen, om de eigen burgers te beschermen, om het sociaal systeem van het land te beschermen en echt grenzen te bewaken. Nu. In Europa loopt de Belgische regering en bijvoorbeeld Theo Franken loopt mee met wat er in Europa verteld wordt. Maar ja, in eigen land zeggen zij toch, kijk eens, wij voeren toch een streng migratiebeleid. Wij sturen mensen terug de grens over. Dat wordt toch verteld? Dat wordt zeker verteld. Maar tussen woord en daad ligt wel een hemelsbreed verschil. Als men een vliegtuig met 106 Irakezen terug naar het land van herkomst stuurt, dan is dat wereldnieuws in Vlaanderen. Maar helaas, in de praktijk zijn de maatregelen helemaal niet zo streng. Ik heb staatssecretaris Franke met veel poeha oren aankondigen dat hij in zaken gezinshereniging de regels ging verstrengen. Die zijn een aantal jaren geleden verstrengd, maar niet voor asielzoekers. Men ging dat nu doen voor asielzoekers. Dat is nog altijd niet gebeurd. Ik heb ook Franken horen zeggen dat hij de lijst met veilige landen zou uitbreiden. Zelfs in Duitsland is dat ondertussen al gebeurd. Uh-huh. Maar in België is dat lijstje nog altijd even kort als voorheen. En de grote Achilleshiel in heel het manke beleid in België is dat terugkeerbeleid. Ja. Daarvoor zou er veel meer capaciteit moeten zijn in gesloten centra om een echt terugkeerbeleid te kunnen voeren. Uh-huh. Dienst Vreemdelingenzaken zegt zelf, die capaciteit moet drastisch naar omhoog. Ja. Maar wij kunnen alleen maar vaststellen dat het geen enkel probleem is om de opvangcapaciteit voor de asielzoekers die naar hier komen met duizenden te organiseren, maar dat het een hemelsbreed probleem is om enkele honderden plaatsjes erbij te krijgen om een deftig terugkeerbeleid te kunnen voeren. Als we het nu concreet nemen, ik zie bijvoorbeeld N-VA-parlementsleden, partij van Theo Franke, hier in het EU-parlement reageren tegen meneer Erdogan van Turkije. Maar u heeft onlangs gezegd, ja, eigenlijk de Belgische regering, die betaalt gewoon geld aan meneer Erdogan in die asielcrisis. De Belgische regering is mee akkoord gegaan met de deal die met Erdogan gesloten is om initieel al 3 miljard euro te geven. En als we Erdogan nu bezig horen, zal dat er duidelijk niet bij blijven. Men heeft niet alleen die centen, maar men heeft vooral is men akkoord gegaan om de afschaffing van de visumplicht voor de 78 miljoen Turken in het vooruitzicht te stellen. Terwijl men juist in een strenger migratiebeleid die visapolitiek zou moeten afschaffen en zou moeten verstrengen. En het strafste van al is nog dat men ondanks alle achteruitgangsrapporten van de Europese Commissie, als ik het zo mag noemen, ondanks alle slechte punten van Turkije, dat men nog gewoon verder gaat en engagementen heeft genomen om verdere hoofdstukken te openen in die toetredingsonderhandelingen met Turkije. Men gaat daar allemaal mee akkoord, maar ja, ook hier opnieuw, woorden en daden is een hemelsbreed verschil. Vlamingen moeten echt zeer goed beseffen dat er niet alleen een biljartstraat aan letterlijk tussen de wetstraat en dit Europees parlement, die Europese Unie ligt, maar dat daar ook een mentaliteit is en een mentaliteitsverschil en dat dus de goede voornemens die zij in de wetstraat horen formuleren en in de studio's van de VRT en dergelijke meer, dat daar hier niks van overblijft. En dat er dus geen enkele Europese ministerraad, geen enkele besluit van de Europese Commissie is waaraan je zou kunnen zien dat Vlamingen minder migratie willen. Integendeel, de Belgische regering
is bevoegd voor Vlaanderen, is bevoegd voor het immigratiebeleid of het migratiebeleid van Vlaanderen en van de Vlamingen. En dus die Belgische regering is het braafste jongetje van de Europese klas. De toon wordt hier gezet door de eurofielen, de eurocraten en de eurofanatici. En het is dus Verhofstadt en niet de Wever die beslist blijkbaar wat er met de Vlaamse vorm van immigratie moet gebeuren. En dat is de grote ramp. Europa moet minder bevoegd gemaakt worden voor de Europese Unie, moet minder bevoegd gemaakt worden voor dat thema, want anders zullen de Vlamingen er niet komen. Klopt, in plaats van zelf een strenger beleid te willen voeren, bekritiseert men de landen die wel een strenger beleid voeren. Het is het tegenovergestelde van wat zou moeten gebeuren. Tot slot, ik lees hier op de voorpagina van de Tijd vandaag: Nationale Bank laakt 2 verloren begrotingsjaren. De Belgische financiën zijn niet gezond en de Vlaamse meerderheidspartijen ruzieën, staat hier. Ja, hoe zit het nu met die kracht van verandering op economisch vlak? U volgt die dossiers op. Dat hebben wij al aangekaart van zodra ze met alle maatregelen naar boven kwamen. En nu de cijfers die de Nationale Bank vandaag naar buiten brengt, bevestigen dat het het een of het ander zal zijn tegen het eind van de legislatuur. Ofwel zal men die begroting op orde hebben, zoals men heeft beloofd. Ofwel zullen de maatregelen van de techshift enige effect hebben. Maar allebei zal niet lukken. Men zal ofwel extra belastingen moeten voeren, extra besparingen moeten doorvoeren of, zoals men nu bezig is, de staatsschuld de hoogte injagen. Maar wordt ongetwijfeld vervolgd, want ik verwacht nog veel kibbel bij het kibbelkabinet hierover. Ja, want de komende maanden is er ook die begrotingsbespreking en zo. Dan komen we daar ongetwijfeld nog uitgebreid op terug. Barbara Pas, Gerold Vannemans, hartelijk dank voor deze babbel.